Om even te beginnen, hoe bijzonder is het? Nou, wat wij van plan zijn, wordt nog nergens anders in de wereld op deze manier gedaan. Dus het is uniek? Het is uniek, ja. De onderdelen van wat we doen zijn niet uniek, maar de manier waarop we ze inzetten en het rendement wat we voor patiënt en samenleving eruit gaan halen, dat is uniek. Ja. Maar u gaat niet over één dag ijs, of één nacht ijs, want u bent dit al jaren aan het ontwikkelen. Ja, dat klopt. En het is in jaren van voorbereiding en we zijn nu zover dat we met alle partijen rond zijn, zal ik maar zeggen, zodat we kunnen gaan bouwen en september volgend jaar gaan openen. Ja, september volgend jaar. Als u zou moeten schetsen aan een leek, aan mij met andere woorden, wat er straks gebeurt op die operatietafel, wat het unieke is, wat gebeurt er dan? Ja, ik denk dat het meest indrukwekkende is wat het voor de patiënt betekent. En dat is dat een patiënt niet meer, als we tenminste zover komen als we denken dat we gaan komen, want we moeten een lange ontwikkeling ingaan, dat de patiënten niet meer de teleurstelling krijgen na een week na de operatie dat de dokter moet zeggen, we dachten dat de tumor helemaal verwijderd was, maar dat blijkt toch niet het geval te zijn. En wat er dan gaat gebeuren, is dat er allemaal in feite second best oplossingen worden gekozen. Want dan pas je als het ware aan die teleurstelling. Voor de patiënt natuurlijk primair, maar ook voor de dokter. En dan moet je allemaal behandelingen gaan instellen die je eigenlijk niet had gedaan als je bij operatie al had geweten dat het er niet helemaal uit was. En bij operatie al of nog wat meer had kunnen verwijderen. Of al had kunnen beginnen met de bestraling of met een andere vorm van behandeling. Want het grote voordeel is, als ik het even plastisch mag uitdrukken, een patiënt ligt straks open op de operatietafel en u kunt die tumor als het ware van heel dichtbij en direct behandelen. Ja, en de technieken die we in gaan zetten, die maken het voor ons mogelijk om datgene wat je met de vinger niet kan voelen en met het oog niet kan zien, om dat met technieken zichtbaar te maken door speciale kleuringen, om dat zichtbaar te maken en dus aan het team wat de behandeling aan het doen is, duidelijk te maken dat er nog resten zitten, waar ze zitten en dat je ze dus kan verwijderen en dan opnieuw kan kijken en dan ter plekke volledige zekerheid aan jezelf en dus aan de patiënt kan leveren, waardoor die 20-30% teleurstellingen die nu nog aan de orde van de dag zijn, dat die tot het verleden gaan behoren. En met minder schade, hè? Want omdat je die tumor zo direct kunt behandelen, hoef je er niet zoveel omheen te beschadigen. Dat klopt. En bovendien, als je tijdens de operatie bestraling kunt gaan doen, dan kun je veel gerichter bestralen. En dan kun je dus al het weefsel eromheen, wat normaal gesproken bij, laat ik maar zeggen, de situatie zoals de patiënt, zoals hij op de bestralingsafdeling komt, de bestraling aan het omliggende weefsel wordt ook minder. Dus de beschadiging wordt minder, de behandelingsresultaten worden beter en de patiënt is op de balans beter af. Het is overigens wel een heel erg ingewikkeld verhaal aan een patiënt. Dus we moeten ontzettend veel inzetten op inlichting, voorlichting aan de patiënt, aan de betrokken dokters, aan de mensen om de patiënt heen, zodat er geen enkele onduidelijkheid is. Want dat is wat op dit moment eigenlijk de meeste aandacht moet krijgen. Maar dat is omdat het zo nieuw is. Maar goed, vanaf september gaan doen. Dan begint u met drie soorten kanker. Maar u wil het natuurlijk uitbreiden. Dat klopt. En we hebben speciaal gekozen voor deze drie vormen van kanker, omdat prostaatkanker, kanker van de vrouwelijke geslachtsorganen en kanker in het hoofd-halsterrein speciale strategische onderwerpen zijn, als ik het zo mag zeggen, van het Radboud UMC. Daar hebben we veel ervaring mee. Daar krijgen we veel patiënten van heel Nederland verwezen. En voor prostaatkanker geldt zelfs dat we patiënten uit de hele wereld verwezen krijgen momenteel. Goed voor de patiënt dus. Deze vraag moet je ook altijd stellen in deze tijd. Levert het ook geld op? dat zal moeten blijken. De setup op de OK is natuurlijk een stuk duurder dan die nu is. Maar omdat er zoveel minder nabehandeling in het verschiet ligt, patiënten eerder aan het werk kunnen, patiënten ook minder schade opleveren, gaan we aan onszelf uitleggen en dus aan de samenleving of het inderdaad, zowel voor de patiënt als de samenleving, ook geld gaat opleveren. Maar u gaat het gewoon beginnen in september. Ja. En dan gaan we zien wat voor positieve effecten er allemaal van uitgaan. Ja, dat klopt. En we hebben ook een groep van mensen opgericht onder leiding van Maruska Rovers. Die is hoogleraar in de wat wij dan noemen evidence-based surgery. Want we vinden dat we, omdat we nu dus investeren en omdat we een bepaalde weg ingaan, vinden we dat het ontzettend belangrijk is dat we aan onszelf
en aan de wereld uitleggen of het goed besteed geld is. Want, en dat of het bij de patiënt terechtkomt en of de samenleving er beter van wordt en of de financiering van de gezondheidszorg er misschien een klein beetje beter van wordt. Want innovatieve technologie heeft de reputatie duur te zijn. En dat willen wij in ieder geval in proportie proberen te brengen. Dank u wel.